carrière mogen hebben en ik ben op zoek naar een mooi einde. Mooi om te zien hoor. Ja, zo mooi om te zien. Als hij echt in vorm is, dan zijn die slagen zo krachtig. Ja, ik zit nu even te kijken naar Sven Kramer. Ze is ambassadeur ook voor Spieren voor Spieren. Maar wie dat ook is Henk Grol. En die woont hier toevallig best wel dichtbij. Die heeft pas een nieuwe sportschool, daar is die eigenaar van. Dus ik ga nu even naar hem toe om te kijken van hoe komt hij nou die coronatijd door? Want hij heeft het ook gehad. Goedemorgen. Goedemorgen. Zo, lekker aan het trainen? Ja, zeker. Waarvoor ben je nu precies aan het trainen? Ja, ik heb in januari als het goed is wedstrijden om voor de kwalificatie van de Olympische Spelen. Ja. Ja, alles is onzeker. Dat lijkt me wel lastig als sporter, want je wil natuurlijk gewoon hele duidelijke doelen hebben waarvoor je het allemaal doet, waarvoor je alles laat. En als het dan niet duidelijk is, dat lijkt me wel lastig om mee om te gaan. Maar je moet pieken, toch? Ja. Naar bepaalde momenten. En dat is nu lastig. Dat is zeker moeilijk, ook omdat ik wat ouder ben, kan ik niet met het hele jaar goed zijn. Nee. Maar het is geen keuze. En toen laatst ook nog in het nieuws dat je corona hebt gehad. Ja, ik had tijdens de corona zelf was ik vermoeid. Wat spierpijn. Conditie was eigenlijk wel prima. Alleen mijn lichaam heeft echt weer moeite om weer niveau om de trainingen vol te houden. Dus na een drie kwartier was ik nog wel moe. Ja, nou, ik loop even met je mee in deze training. Ik ben benieuwd wat jij allemaal doet. Helaas heb je zelf je sportkleren niet meegenomen. Dat is een beetje jammer. Maar volg me. Ja, jij bent ambassadeur voor Spieren voor Spieren. Wat doen zij precies? Spieren voor Spieren is een stichting wat onderzoek doet om spierziektes de wereld uit te helpen. Er zijn 600 spierziektes. En ik vind als topsporter, en dat denk ik ook als mens, dat die ziektes moeten de wereld uit. Ieder kind heeft recht op gezonde spieren en om ook zo normaal te kunnen bewegen en te kunnen sporten en te genieten van het leven. Nu zijn er dit jaar geen sportevenementen. Ik vind het zelf heel vervelend, want ik kijk graag naar sport. Het leidt af, het geeft plezier. Mis je dat zelf ook? Ga je zelf ook wel eens naar andere sporters kijken? Zeker, zeker. Ik vind het zeker leuk om sport te volgen en ook te kijken. De emotie in sport zit, daar leef ik voor. Dat is, vind ik, het mooiste wat er is en dat is er nu niet. En waar ging je normaal naartoe? Naar wat voor sporten? Ik ga regelmatig naar voetbal, baanrennen, schaatsen. Ik vind het eigenlijk alles leuk om te kijken. Overal waar emotie in zit en spanning vind ik leuk. En hoe is het voor jou zelf als sporter? Want ben je echt een publiekspeler? Of maakt het in de wedstrijd niet uit? Dus gewoon oogkleppen op en gaan. Ja, als je echt, maar het moment ervoor dat je wel merkt in het publiek, het geeft wel een extra kick. Maar op het moment dat je echt op die mat staat en je bent echt aan het knokken, dan vergeet je dat wel. Ja. Dan hoor je het niet meer, dan kom je in een roes. Maar voor en daarna, dat is natuurlijk super gaaf om in een vol stadion te huren. Hoe kijk jij naar 2021? Hoe kijk je naar de toekomst? Nou, ik verwacht er heel veel van. Ik verwacht dat ik in juli op topniveau op de Olympische Spelen sta in de Budokan. Waar ik in de voetsporen wil treden van Anton Geesink. En mijn derde Olympische medaille wil behalen. Ja, dat is wel een prachtig doel. Ja, zeker. Ik heb een hele mooie carrière mogen hebben en ik ben op zoek naar een mooi einde. In het hol van de leeuw. Succes. Ik hoop dat je droom uitkomt. En met judo kan ik zo doen. Geen hand schudden. Zeker weten. Respect. We zien elkaar. Goeie, hè? Dag. Ja, het is je misschien opgevallen dat ik zo'n prachtig oranje shirt draag en daarmee steun ik Spieren voor Spieren. En wil je dat ook doen en wil je ook zo'n shirt, ga dan naar fandutch.nl.